Hoi, welkom op een nieuwe video. Ik ben Robin Sindelka en ik maak video's over spiritualiteit, mindfulness en onze zoektocht naar geluk. Dus als je geïnteresseerd bent in deze thema's of als je een terugkerende kijker bent die nog niet is geabonneerd, doet je mij een super groot plezier om te abonneren hier beneden. Vandaag ga ik het met jullie hebben over een enorm belangrijk thema, namelijk stress. Meer specifiek, hoe dat we heel gemakkelijk stress kunnen overwinnen en meer innerlijke rust kunnen ervaren in ons dagelijkse leven door een paar simpele dagelijkse dingen te doen. Dus ik ga jullie eigenlijk 5 dingen laten zien die ik dagelijks doe, die mij veel meer innerlijke rust geven en die mij het vermogen geven om met stress om te gaan. Niet alleen om te gaan, om eigenlijk nooit stress te ervaren. Ik leef echt zo goed als stressvrij door deze dingen te doen. Dus blijf zeker kijken tot op het einde van deze video. Na corona is stress misschien wel de grootste pandemie die zich momenteel voordoet, vooral in het Westen. We zijn zo gefocust om eigenlijk onze erkenning en onze bevestiging uit de buitenwereld te halen en we leggen eigenlijk automatisch onze focus eerst op wat er rond ons zich bevindt. Dus bijvoorbeeld ons schoolwerk, onze job, onze relaties. We halen eigenlijk erkenning en bevestiging en ja, een soort goed gevoel door onze focus eigenlijk op de buitenwereld eerst te leggen en te zeggen, als al de rest in mijn leven helemaal in orde is, dan mag ik innerlijke rust ervaren, dan mag ik gelukkig zijn. Stress is altijd een verzet tegen de huidige omstandigheden, tegen wat zich hier en nu afspeelt. En dus moeten we om stress aan te pakken en meer innerlijke rust te vinden, enerzijds onze focus gaan verleggen naar van binnen eerst. Dus eigenlijk eerst innerlijke rust ervaren, eerst onszelf en onze welzijn op de eerste plaats zetten, een prioriteit te maken. Het tweede dat we moeten doen is eigenlijk een goede mindset kunnen creëren. Een mindset van ja, stressvrij leven en eigenlijk een verzetloze toestand in onszelf creëren. Dus het eerste dat ik doe om een supergoeie stressvrije mindset te creëren doorheen mijn dag is een ochtendroutine / ochtendmeditatie. Voor mij is dit echt goud, voor mij is mijn ochtendroutine heilig, want dit geeft me meteen het signaal dat ik mezelf en mijn innerlijke rust in mijn dag als prioriteit op de eerste plaats zet. Als we opstaan en het eerste dat we doen is op onze telefoon kijken of werken of iets doen voor iemand anders, dan geven we onszelf meteen een signaal van oké, het is belangrijker dat iemand anders, dat ik eerst focus leg op de buitenwereld in plaats van op mijn binnenwereld, wat van binnen is. Daarvoor is mijn meditatie dus ook zo belangrijk. Vandaar dat ik elke ochtend een meditatie doe. En wat doe ik in die meditatie? Ik keer naar binnen toe. Ik ga naar die plek in mezelf, mijn bewustzijn, waar ik eigenlijk vrij ben van gedachten, waar ik vrij ben van externe factoren, waar ik puur en alleen mezelf voel en ja, helemaal mijn innerlijk licht, zoals ik het noem, gewoon helemaal vind. En er zijn zoveel meditaties die je kan doen. Wat ik doe is, ik ga gewoon zitten en ik probeer mijn gedachten te observeren, mijn lichaam te observeren, echt naar een plekje in mezelf te keren waar ik helemaal onafhankelijk van de buitenwereld rustig en gelukkig ben. En zo begin ik mijn dag dus met van binnen naar buiten te leven in plaats van buiten naar binnen. Het tweede dat ik elke dag doe, of toch zo goed als elke dag probeer te doen, is lezen. Met lezen bedoel ik niet lezen voor school of fictie, maar met lezen bedoel ik kennis opdoen die u kan helpen om meer innerlijke rust en geluk te ervaren. Dus in plaats van heel de dag door leerstof op te nemen die verplicht is op basis van uw werk of op basis van uw school, gaat je eigenlijk elke dag een keuze maken van oké, ik ga vandaag iets bijleren dat mijn innerlijke rust en geluk bevordert. Dus koop een boek, koop meerdere boeken waarvan jij het gevoel hebt dat die goed zijn om je te leren hoe je met stress kan omgaan, hoe dat je gelukkig kan zijn, hoe dat je tot meer diepere zelfkennis komt, mindfulnessboeken, spiritualiteit. En neem elke dag een moment om te zeggen, deze kennis is voor mij ook prioriteit, deze kennis is ook belangrijk. En moest je op zoek zijn naar een goed boek om te lezen om je hiermee te helpen, ik heb een superkrachtig e-book geschreven, dat staat op mijn website www.spiritcoaching.be. Ik zet een link in de beschrijving. Dit boek heb ik vol liefde geschreven en eigenlijk beschrijf ik hoe ik op mezelf zonder iets van externe factoren geluk vind en onvoorwaardelijke rust en liefde vind, gewoon op mezelf. Het is eigenlijk echt, als je met stress wilt omgaan, als je wilt omgaan met negatieve gedachten of emoties, eigenlijk het uitgangspunt van dat boek is, hoe kunt jij door niks anders te doen, naar in jezelf te keren, gelukkig zijn en rust vinden. Ik heb al heel veel goede feedback van het boek gekregen. Je kan ook heel veel recensies lezen op de website van mensen die het al hebben gelezen. Dus moest je een boek zoeken om te lezen, dan kan je zeker naar mijn e-book gaan kijken.
Dan het derde dat ik doe, is mijn ruimte waar ik in leef, waar ik in besta, heel mindful en energierijk inrichten. Dat kan zeggen kaarsjes branden, vooral opruimen, leuke decoratie. Eigenlijk gewoon zien dat je omgeving ook stressvrij is. Als je kamer vol rommel ligt en gewoon helemaal niet op orde is gesteld, dan is het heel normaal dat je ergens ja, de energie van je ruimte gaat opnemen en daar stress van krijgt. Dus wat ik doe is, ik richt mijn kamer proper in, ik ruim alles op. Ik hou van propere, energierijke, zuivere kamers. Dus ik brand een kaarsje, ik zet een leuke decoratie, ik zet wat muziek op, meditatiemuziek voor ontspanning, planten, al dat soort dingen. Gewoon dat je een stressvrije, peaceful ruimte rond jezelf creëert. Het vierde, en dit heb ik misschien ook al veel gezegd, maar dit is zo belangrijk, is een to-do-lijst maken. Als je een to-do-lijst maakt, dan zet je eigenlijk de structuur van je dag op een rijtje en weet je exact wat je die dag moet doen. En oké, uiteraard is vrij zijn van stress is nooit de bedoeling dat we gewoon niks meer gaan moeten doen. Want we moeten nu eenmaal dingen gedaan krijgen in een dag. Dat is gewoon wat we moeten doen. Dus door een to-do-lijst te maken, zie je exact, oké, ik moet dit en dit doen vandaag. En dat maakt, omdat we een overzicht hebben, dat we ook veel sneller geneigd gaan zijn om aan die taken te beginnen en daar ook meer motivatie voor te krijgen. En je gaat zien dat in plaats van je 's ochtends opstaan met je dacht, ik moet zoveel doen vandaag, pakt je to-do-lijst en je zegt, wat is het eerstvolgende dat hierop staat? Wat is de eerstvolgende stap? Je vervolledigt die stap en je kan die doorkruisen. En doorkruisen van die to-do-lijst, je hebt zoveel voldoening dat je ook meer gemotiveerd bent om aan de volgende stappen te beginnen en om daar het rijtje verder af te gaan. En sinds ik to-do-lijsten gebruik, ben ik zoveel meer productief en voel ik me ook zoveel rustiger doorheen mijn dag, omdat ik me niet heel de tijd nog aan het opjagen ben van wat moet ik nog doen? Oh, ik heb zoveel te doen. Nee, je pakt je to-do-lijst. Wat kan ik op dit moment doen dat op die to-do-lijst staat? Je doet dat en je doorkruist dat. En zo simpel is het. En heel belangrijk is dat je jezelf dan ook voorlegt dat op het einde van je to-do-lijst je de tijd neemt om te ontspannen, een boek te lezen en gewoon te genieten van je vrije tijd. En dan de vijfde en misschien wel belangrijkste stap of practice die ik elke dag doe, is werken aan mijn mindset. Stressvrij leven heeft niet alleen te maken met je leven helemaal stressvrij inrichten, zoals ik in de vorige stappen beschreef, maar het gaat echt om het creëren van een prioriteit om jezelf stressvrij te maken. En dat wil dus zeggen, zoals ik in het begin zei, zien dat je rust en innerlijke rust eerst aanwezig is vooraleer je aan je buitenwereld gaat beginnen. En zoals ik ook zei, is stress altijd een gevolg van een verzet tegen onze huidige omstandigheden. En dus moeten we, en dat is een keuze die ik voor mezelf ook elke dag maak, om mij nooit of nooit te verzetten tegen iets dat zich momenteel voordoet. Of dat nu is een hoeveelheid schoolwerk, of dat nu is een coronacrisis, of dat nu is iets dat gebeurt dat je niet zo leuk vindt. Het heeft geen zin om je tegen die dingen te verzetten, omdat we daar gewoon geen controle over hebben. En dus is het belangrijk om elk moment van de dag te kiezen, bewust te kiezen voor je geluk. Als je merkt dat iets je stress geeft of iets je slecht doet voelen, moet je voor jezelf kiezen dat je je daar niet door laat doen en er zelf voor kiezen dat je zegt, oké, ik wil me nog steeds goed voelen. En het tweede dat we dan ook moeten doen, is een complete acceptatie van alles wat er gebeurt. En dat is helemaal geen zwakte. Dat wil niet zeggen dat we naïef zijn of ons over ons heen laten lopen. Dat wil zeggen dat we een mentaliteit creëren omdat we onszelf op de eerste plaats zetten en zeggen, ik accepteer wat er ook gebeurt, omdat mijn controle niet ligt over de buitenwereld, maar mijn controle ligt over mijn gevoel. En dat is de uitweg van onze stress. Nu, het klinkt allemaal heel simpel en dat is het niet. We moeten daaraan werken. We moeten werken aan onze mindset. Maar dat is effectief haalbaar. Dat is wat ik ook heb gedaan. En als je hier hulp bij nodig hebt, als je hulp nodig hebt om een goede, een betere mindset te creëren, om de stress om te gaan, negatieve emoties, angst, het is eender wat, neem alsjeblieft eens een kijkje op mijn website www.spiritcoaching.be. Hier kan je dus mijn e-book vinden, hier kan je blogs lezen van mensen die met bepaalde dingen zijn omgegaan en geluk hebben gevonden in zichzelf. En je kan hier ook terecht voor coachings. Ik doe maandelijkse coachings, coaching per uur. En je kan sowieso voor een gratis kennismakingsgesprek bij mij terecht, waar we een half uurtje samen zitten om te kijken wat ik voor jou kan doen en welke problematiek je ervaart. Dus ga alsjeblieft eens gewoon een kijkje nemen. Daar doet je geen vlieg kwaad mee. Ga gewoon eens kijken indien je het gevoel hebt dat je meer uit je geluk, meer uit je persoonlijke groei kunt halen dan dat je
momenteel doet. En feel free to contact me. Dit was het voor de video van vandaag. Als jullie ervan genoten hebben, geef me alsjeblieft een like of reageer met welke delen van deze routines dat jij graag aan de slag wilt. En abonneer als je dat nog niet hebt gedaan. Daar helpen jullie mij echt heel, heel hard mee. En met dat gezegd zijnde wens ik jullie nog een super, super fijne dag toe. Vol innerlijke rust en stressvrijheid. En ik hoop jullie heel graag terug te zien in mijn volgende video. Mwah.